Ja, dat was een hele mooie, haast emotionele oproep van actrice Maartje van Wetering. En hiervoor hadden we ook zo'n fantastisch optreden. Het heeft me enorm veel energie weer gegeven om mijn volgende gast welkom te heten. Charles Drosten. Bijna beroemd theaterdirecteur, zou ik bijna zeggen, van de Schouwburg Amphion in Doetinchem. Die al 4 keer achter elkaar is uitgeroepen tot beste Schouwburg van Nederland. Ja. Trots daarop, of niet? Hartstikke trots. Hartstikke trots. Ja, ik heb jou even gegoogeld en ik kwam op een interview wat jij gaf voor Omroep Gelderland. En toen vertelde je eigenlijk dat het zo belangrijk is om aandacht te vragen en geld en steunmaatregelen. Niet eens zozeer specifiek alleen maar voor die theaters, maar juist ook voor de theaterproducenten. Ja. Leg dat eens even uit. Nou, het is eigenlijk heel simpel. We zijn één bedrijfskolom. En wij, 80% van de voorstellingen die in Amphion worden gegeven, die worden uitgebracht, geproduceerd door vrije producenten, vrije ondernemers. Dus of het nou Tineke Schouten is, John van Eert, maar ook Jochem Meijer, Joep van Rijk. Dat zijn allemaal vrije ondernemers. En die hebben wij heel hard nodig. En mijn pleidooi is dat de biesgezelschappen worden nu gesteund vanuit het ministerie. Dat zijn de basisinfrastructuurgezelschappen, die krijgen sowieso subsidie. Die krijgen sowieso subsidie, die worden nu nog eens een keer extra geholpen. Dat is allemaal fantastisch, alleen mijn pleidooi is dat ik zeg van als je niet de vrije producenten helpt. En dus oftewel wij hebben onvoldoende voorstellingen in onze theaterzaal. Door die vrije producenten, dan vallen de theaters om. En als de theaters omvallen, hebben de biesgezelschappen ook geen plekken meer om te spelen. Dus het is te kortzichtig om te denken. Ja, het is een domino-effect. En het is dus te kortzichtig om te denken, als we de basisinfrastructuur maar helpen, wat dus maar 20% van het hele bestel uitmaakt, dat je die andere 80 kunt vergeten, omdat die zichzelf wel kunnen bedruipen. Want zo is het niet. Nee. Ook die vrije ondernemers vallen gewoon om. Ja, want u noemde nou een paar namen. Joep van het Hek, Jochem Meijer. Dat zijn dan net namen waarbij ik denk, die redden zich wel. Dat is wel zo. Maar als je bijvoorbeeld, ik geef altijd als voorbeeld Tineke Schouten. Tineke redt het wel. Maar van de productie van Tineke moeten 15 gezinnen eten. De technici, de vrachtwagenchauffeur, de muzikanten. En die staan allemaal stil. Dus die missen gewoon het inkomen. Dus ook zij hebben het nodig om op te treden. En dus dat Tineke of het productiehuis van Tineke, dat gesteund wordt. Ja, en dit is dus een heel duidelijke boodschap aan de minister. Ja. Die zegt 300 miljoen heb ik ervoor. Daarvan vinden we geloof ik allemaal, dat is een schijntje. Maar dan dus ook nog niet voor de clubs die het eigenlijk echt nodig hebben, nee, zeg je. Wat doen jullie, theaterdirecteuren, verenigen jullie je? Wat doen jullie om die lobby in Den Haag sterk te maken? Ja, we hebben een moedervereniging, de VSCD, Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties. Daar trekken we als theaters mee op. Alleen het lastige is dat wij allemaal heel erg verschillend zijn en allemaal ook in andere steden staan. Want de theaters in het land worden dus gesubsidieerd door de stad waar ze staan. Dus Amsterdam subsidieert de Amsterdamse theaters en hier bij ons in Doetinchem doet dat. En we hebben allemaal verschillende belangen. Dus al die theaters kijken naar hun plaatselijke gemeente. Nou, die gemeentes hebben ook geen geld meer. Nee. Die hebben die verplichte WMO-taken vanuit Den Haag in hun mik geschoven gekregen. En die denken, het geld te weinig. Dus met die gemeente, die kijken allemaal vervolgens weer samen met de theaters naar de provincie. Dus in ons geval de provincie Gelderland. Daar kijken we naar en daar hopen we dat daar wat geld gaat vrijkomen voor de theaters. Maar ik besef me tegelijkertijd dat cultuur is natuurlijk meer. Musea, educatiecentra, muziekscholen. Dus ja, er moet gewoon significant meer geld bij. Anders dan gaat het gewoon echt niet goed. Nee, maar wat moet er gebeuren? Dat geld moet erbij. Maar hoe gaan jullie dat voor elkaar krijgen? Is het te versplinterd, de culturele wereld, om niet echt een luide stem te laten horen in Den Haag? Nou, te versplinterd. We zijn in ieder geval, en het is heel fijn dat we deze actie hebben, maar we zijn niet zozeer versplinterd als wel dat we allemaal zo verschillend zijn en allemaal dus een eigen belang hebben en allemaal een andere kant op moeten kijken. Mm-hmm. Want ik moet naar de gemeente Doetinchem kijken, maar Tiel naar Tiel en Wageningen naar Wageningen. Dus dat is het probleem. Dus je kunt gezamenlijk geen echte stootkracht maken. Anders nee. dan dit soort acties. Nou, je zegt, ik moet naar Tiel kijken en naar de gemeente. Maar is het niet juist belangrijk dat jullie, dat is gewoon je directe aanspreekpunt, ook voor mogelijke geldstroom, maar dat jullie het belang in Den Haag duidelijk onderstrepen van, jongens, steun niet alleen de gesubsidieerde
gesubsidieerde gezelschappen, maar juist ook die vrije producenten. Ja. Hè? Dat, wat je nu eigenlijk vertelt, ja. Wat heel ja. cruciaal is, wordt dat geluid voldoende gebracht in Den Haag? Dat geluid wordt voldoende gebracht. Ik mocht afgelopen zaterdag... Wordt er naar geluisterd? Moet nee, ik dat, is een, tweede, ja. Nee, ik was afgelopen zaterdag bij een ronde tafelgesprek met de minister Engelshoven, met een aantal vrije producenten en een aantal theaters. En daar vind je een geweldig oor, maar vervolgens... Komt geen geld bij. Dat zeggen ze al meteen. Ja, nee, dat is wel duidelijk. Dus, en ze durven zelfs te zeggen van dat ze begrijpen en realiseren dat niet alles overeind kan blijven. Nee, maar niet alles. Dat klinkt nog positief, hè? Ja, als ik jou hoor, dan is het gewoon... dadelijk zijn we een heleboel aanbod kwijt. Want die producenten die vallen om. Ja. Die hebben dus niks meer te bieden. Dan de theaters hebben dan kunnen geen bespeling. Niks vullen. Ja, nee, dat klopt. Ja, dus het is somber in jouw hoofd waarschijnlijk. Ja, nou ja, je lacht er heel vrolijk bij, maar... Ja, nee, kijk, we kijken wel vooruit. Dus in juni mogen we met 30 mensen open. Daar kunnen we echt geen voorstelling van doen. Maar dan laten we de scholen maar binnen die met schoolmusicals op ons toneel de ruimte echt hebben. Echt waar? Ja, wat een leuk initiatief. Er zijn er meerdere hoor, in Nederland. Dus, ja, super. En in juni of in juli, als we 100 mensen mogen, dan gaan we wel weer wat spelen. En wel weer wat artiesten laten optreden. Met name de artiesten die dus in maart, april, mei hadden zullen spelen. Maar het is allemaal echt onvoldoende. En de theaters, en dat geldt niet alleen voor Doetinchem, maar dat geldt voor ieder gemiddeld theater in Nederland. Wij zijn geen gesubsidieerde instelling meer. Wij zijn cultureel ondernemers. En van iedere euro die wij krijgen van de gemeente Doetinchem, halen wij er zelf 4 bij. Met horecaomzet, met verhuur, met sponsoring, met vrienden van de Schouwburg. Met marge op de voorstellingen. Dus we verdienen ook wat aan de artiesten. Dus daar halen we 4 keer zoveel geld mee op. En nu dat staat gewoon alles stil. Allemaal weg. Ja. Ja. We hebben op dit moment een nettoverlies, geen omzetderving, maar een nettoverlies van een ton per maand. Een ton per maand. En dan hebben we het alleen over Doetinchem. Nou, volgens mij is de boodschap helder. Er moet echt geld bij. Absoluut. Minstens zoveel als ik macarons op je prachtige blouse zie staan. Ik zeg, keer een miljoen. Een miljoen. Hoeveel mensen vertegenwoordig jij? Ik vertegenwoordig 510 mensen. Dat komt omdat ik hier ook namens de muziekschool Oost-Gelderland zit en het educatiecentrum De Gruypoort in Doetinchem, waarmee ik in een cultuurbedrijf zit. Oké, genoteerd. En graag nog je handtekening. Dank voor je komst. Goed.